tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik heb gevraagd of je hierheen wilde komen. Omdat ik iets met je wilde praten. Over iets wat ik gedaan heb. En waarom ik het gedaan heb. Ik heb je tot een van mijn erfgenamen benoemd. Mij? Waar slaat het nou op? Je zou het afkopen van een schuldgevoel kunnen noemen, maar dat is het niet hoor. Nee, ik vind gewoon dat ik jou wat verschuldigd ben. Omdat je door mij problemen hebt gekregen toen je van school afkwam. En omdat ik dacht dat je die brief had meegenomen. Ik weet dat je door die twee dingen nogal van streek was. Misschien kan ik het op deze manier goed maken. Vergeet het maar. Ik heb helemaal niks nodig van u. Wat... Het is geen liefdadigheid, Peter. Het is gewoon... Mevrouw Helm, u bent mij niks schuldig. En uw geld wil ik al helemaal niet. Ja, dat is er ook nog niet. Kijk, dat geld dat moet komen uit de royalties van mijn boek. Als het uitgegeven wordt. Als het niet verkoopt, dan is er helemaal geen geld. Maar als het loopt... Dan hoop ik dat jij het ziet als een buitenkantje. Er zijn heel veel jongens en meisjes die van school afkomen en die geen werk hebben, die net zo'n situatie hebben als jij. En die hebben niemand die ze een kans geeft om iets op te zetten. Ik hoop dat je het voor jezelf zult gebruiken. Of voor anderen. Er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die uw aanbod weten te waarderen. Als u ze graag wil helpen, ga gerust uw gang, maar laat mij er in godsnaam buiten. Ik knap liever zelf op, oké? Trouwens, waarom loopt u de hele tijd over een testament, ouwe hoeren? Die operatie lijkt me bedoeld om het beter te maken. Peter, het is heel belangrijk voor me dat we als vrienden uit elkaar gaan. U redt het wel. Is dokter Dekker binnen? Nee. Volgens mij leidt deze butler aan een licht proteïnegebrek. Een zeer juiste diagnosewaarde, Amies. Een gevolg van late avondjes met te veel drank. Ziet niemand er de volgende dag al te best uit? Kwestie van wijn of geen wijn. Ik zal jullie een kopje thee brengen. Hey, vertel eens, wat valt er te melden over Simons zus? Hoezo? Nou, ik heb horen vertellen dat zij verloofd is met een of andere rijke knul. En dan wou ik graag weten of ik een kans maak of het... zin heeft. Ik weet het niet. Linda is een beetje van slag op het moment. Een tijdje terug maakte ze het uit met de jongen waar ze al jaren mee was. Ze was in verwachting en wilde een abortus. Maar voor het zover kwam, kreeg ze een auto-ongeluk waardoor ze het kind verloor. Nou ja, ze is dus veranderd. Volgens mij weet ze zelf niet eens meer wat ze nou eigenlijk wil. Ze heeft alleen maar over carrière maken. En er is niemand die echt met haar kan praten. Nou, ik vind maar niks hoor. Volgens mij gaat ze iets in haar leven doen waardoor ze alles verpest. Met die vriend van haar. Waarom zou jij daar druk over maken? Ik bedoel, jij kunt toch niet beslissen wat een ander met zijn leven doet? We zijn oude vriendinnen van school. Ik zou wel willen dat Arnie er was. Volgens mij is hij de enige die invloed op haar heeft. Arnie? Is dat haar ex? Ja, hij is van huis weggelopen en niemand heeft me wat van hem gehoord. Dus jij denkt dat het beter is dat ik uit de buurt van Linda blijf? Ja, dat denk ik wel, ja. Zou nog wel eens een probleem kunnen opleveren. Ze is namelijk een zeer aantrekkelijk dametje. Als er nou iemand in de buurt was waar ik mijn aandacht op zou kunnen richten. Maar ja, wat dat betreft heb ik aan jou ook weinig.
Ik geloof dat het water kookt. Broodjes aan het pootje baden bent. Anders kan ik er toch niet bij. Ik kan niet vliegen, hoor. Wat? Ben je je bezem vergeten? Ah, oh, heel grappig. Kan het ding iets wat zachter? De klanten vinden het leuk. En de klant is koning, ja. Nee, maar waar mevrouw Helm met je nou over spreken? Dat gaat jou niks aan. Ik ben blij dat ik daar niet lig, zeg. Die dingen die ik over operaties gehoord heb, ze schijnen een zaag te gebruiken. Ze moeten je longen en alles stilleggen. Ja, een vriendin van mij is verpleegster, daarom weet ik dat. Als je nou niet de pijp uitgaat tijdens die operatie, dan sterf je wel van de schrik als je bijkomt uit die narcose. En al die slangen en draden ziet die aan je lijf. Hou op met een slappige ouwe hoer, alsjeblieft. Je moet toch realistisch blijven? Ik wil maar zeggen, het is wat anders. Nog één woord en je krijgt een dreun, oké? Kop dicht. Ik wil helemaal niks over horen verder. Wat heb je met meneer Vogel gedaan? Het leek wel of hij gelachen had toen hij wegging. Oh, dat, hij viel bijna van zijn stoel af van het lachen toen ik die mop vertelde van die politieagent en die schildpad. Vooral als die politie... Ja, ik ken hem al. Wat wil je voor lunch? Ja. Doe mij maar 2 volkorenbolletjes. Eentje met ei, tomaat en wat sla ertussen. En ook wat vruchtensap of zoiets. Simon belde net. Het schijnt dat hij van Noorden nog steeds niet is komen opdagen. Geen zorgen. Hij komt wel boven water. Hij staat erom bekend dat hij een beetje buitenissig type is. Maar hij is wel de beste kankerspecialist. Ja, is dat echt zo? Ik bedoel, hoe langer ze wachten, hoe meer risico die operatie met zich meebrengt. Er zijn er nog wel andere chirurgen die wat kunnen doen. Er zijn er maar weinig die zo goed zijn als hij. Als er een superstar zou bestaan onder de medici, dan is hij dat wel. En dat weet hij zelf ook maar donders goed. Boeken, lezingen. Ik heb hem eens ontmoet op een congres in Londen. Zo'n vreemde man. Hij opereert de meest... ingewikkelde gevallen. Volgens mij heb ik ooit wel eens iets over hem gelezen. Nou, ik ga de broodjes even halen. Over eten gesproken, wij moeten nog bespreken waar we vanavond naartoe gaan. Er zit een hele wachtkamer vol met patiënten. Zal ik die eerste maar sturen? Totdat jij toestemt in een etentje met mij, weiger ik ook maar 1 patiënt te onderzoeken. En als er daar 1 dood neervalt, heb jij dat op je geweten. Omdat je zelf geen geweten hebt. Ik meen het! Ik heb geen zin om ergens lekker te gaan dineren terwijl Helm ik ieder moment... Nee. Een andere keer misschien. Goed? Die Helen Helmick van jullie moet wel een heel bijzondere vrouw zijn, hè? Absoluut. Ze betekent heel veel voor een aantal van ons. Meneer, meneer. U mag hier niet roken. Zuster, zou je even naar het puntje van mijn sigaar willen kijken? Wat valt u op? Afwezigheid van rook. De reden daarvoor is dat die stomme sigaar niet brandt. Hier mag u niet naar binnen. De patiënt mag geen bezoek ontvangen. Zuster, in de 20 seconden dat wij elkaar hebben leren kennen, is mij duidelijk geworden dat u een zeer negatief persoon bent. Ik moet eerlijk tegen u zijn, ik vind dat geen sympathieke eigenschap. U mag hier niet naar binnen. Zou het kunnen zijn dat u niet weet wie ik ben? Is het mogelijk dat u in uw jonge leven nog nimmer mijn majestueuze, doch gevoelige gelaatstrekken hebt aanschouwd van een tv-scherm of een boekomslag? Als u nou niet weggaat, roep ik de bewaking. In godsnaam, mens, ik moet die mevrouw daar onderzoeken. Ik heb alle snelheidsrecords van de wereld gebroken om hier op tijd te zijn. En u gaat mij vertellen dat ik die laatste deur niet mag nemen. Als u niet opzij gaat, loop ik dwars door u heen. Kunt u zich identificeren? Mijn naam is Van Norten. Hoe gaat het, mevrouw? Ik ben Van Norden. Ik kom u vandaag uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Wat vindt u ervan? Ik heb dokter Dekker laten oppiepen. Heel goed, zuster. En maar piepen, en maar piepen. Jongen, als dit het Dow Jones-index was, dan zouden heel wat mensen zich van kant maken. Oh, dank u wel. Dat had ik net nodig. Ja. Maakt u zich niet ongerust.
Ik had niet de moeite genomen me naar u toe te spoeden als ik niet gedacht had dat ik dit klusje wel zou klaren. George, jongen, eindelijk zeg. Godzo. Een natuurlijke reactie. Ja. Heb je de laatste gegevens, mevrouw? Ja, tuurlijk. Nou, waar wachten we dan nog op? Ja. Oh, Simon, heb je Wil nog kunnen bereiken? Oh ja, dat is waar. Ze komt vanmiddag even langs. Ja? Ik zie u nog wel, Helen. Mevrouw. Grappig. Tijd heeft een hele andere betekenis hier. Alles is hier anders. Tijd bestaat helemaal niet, je hebt alleen nog de seizoenen. De stad is een keer zelf weer weg als je hier zit. Ik heb het gevoel dat ik het grootste deel van mijn leven verkeerd ben bezig geweest. Verkeerde dingen heb gedacht. Begrijp je? Hé, hey, klanten. Ik ben even naar de bank. Ik ben over 10 minuutjes terug. Oké. Hey, Rob. Tijd niet gezien. Misschien al wat, Snoepie. Hé, hey, dat kost geld, hoor. Nou, betaal er dan voor. Opdraaien. Oké, we zijn goed georganiseerd. Maar voordat ik begin wil ik dat alles perfect is. Hoe staat het met het extra plasma? Oh, dat is geregeld. En de anesthesist, Willard? Ja, dat is een probleem. Dat wordt onkenhout. Onkenhout. Ja, maar George, als we op Willard moeten wachten, kunnen we op z'n vroegst morgenavond opereren. Is dat wel verantwoord? Ah, maak je niet ongerust. Mevrouw redt het wel. Ze lijkt me een taaier. Hmm. Intussen moet jij je met iets anders bezighouden. Oh, wat dan? Ik hou van lekker eten, dus je hebt er een probleem bij. Nou, dat is wel op te lossen. Ik nodig je uit voor een 4-sterren diner bij ons thuis. Intussen ga ik even naar het hotel om op te knappen. En dan kom ik even terug om de patiënten nog eens te onderzoeken. Ja. Met praktijk van dokter Dekker? Ja, je spreekt met Dekker himself. Annette, wij hebben een probleem. Heb jij iets te doen vanavond? Nee, hoezo? Mooi. Heb je zin om te koken? Ligt eraan wat? Ja, heel eenvoudig, maar veel. Een vernoorder die is aangekomen en die moet ik bezighouden vanavond. Foutje, wij moeten hem bezighouden. Dus vraag of Steven ook blijft eten, dan kunnen we de man misschien aan met z'n drieën. Ja, dat is goed. Mag het Italiaans zijn, want dan maak ik een overdose spaghetti. Ja. Heeft hij Helen nog gezien? Ja, en ik krijg de indruk dat hij er wel vertrouwen in heeft. Oh, mooi. Wat voor een type is het eigenlijk? Want uit de verhaling van Steven maak ik op dat het een soort beroemdheid is. Nou, hij is wel indrukwekkend om te zien, ja. Maar dat zie je vanavond zelf wel. 7 uur, is dat goed? Prima. Oké. Okay. Dag. Hallo, Helen. Prachtig. Hoe voel je je? Gaat wel. Ik ben blij dat je er bent. Ik hoorde dat Van Noorden gearriveerd was. Wat voor soort man is het? Een soort Orson Welles. Het koudt de hele tijd op een sigaar. Noemt me afwisselend mevrouw en Helen. Nee, ik mag hem wel. Hij beweert dat hij een genie is en ik ben geneigd hem te geloven. Want waarom zou je zoveel tijd aan mij besteden? Ben je tegenwoordig als hopeloos geval ook een interessant geval? Ach, dat soort onzin wil ik niet meer horen. Voor je het weet, loop jij weer vrolijk rond en sta je weer voor de klas. Hé, heb je Peter nog gesproken? Ja. En het was een regelrechte mislukking. Hij wou niets van me aannemen. De manier waarop hij naar me keek, hij heeft nog steeds een hekel aan me. Ach, tuurlijk. Weet je, mijn hele leven heb ik voor de klas gestaan, lesgegeven, met ze gewerkt. En ineens heb ik het gevoel dat ik helemaal niks bereikt heb. Ach, Helen, hou hier onmiddellijk mee op. Je praat jezelf in een depressie en dat kunnen we niet gebruiken op dit moment. Ja. Met een hele goede vriendin voor me. Je hebt me vaak een hart onder de riem gestoken, vooral de laatste maanden. Ik wil dat je weet dat ik dat waardeer. Dat ik je heel graag mag. Daarom wil ik je schrijven. Kleine herinnering. Het
is nog voor mijn moeder geweest. Het is heel bijzonder. Wel, als je nou eens weet hoe bang ik ben. Hier, kijk eens. Nog niet slecht voor één dag, hè? Ja, dat is lang niet slecht. Nee, en in het weekend komen al die mensen uit de stad natuurlijk langs. Ze zijn helemaal druk. Wat een onzin. Werk liever mee op de boerderij. Zo kan hij wel weer, Appie. Ik vind het een goed idee. En ik denk dat het wat extra geld in het laadje brengt. App, het is gewoon belangrijk hoe je het allemaal aan de mensen presenteert. Ja. Hoe jij de mensen zover krijgt dat ze bij je kopen. Ja, precies. Reclame maken, hè? Arnie? Moet jij nou echt niet iemand eens een berichtje sturen? En gewoon om te zeggen dat het goed met je gaat. Ik zou niet weten aan wie. Maar ik denk er nog over goed. Goed. Nou, en zullen wij dan wat drinken om dat te vieren? Ja. Hé, gaan we naar huis. Sluit jij even af? Oké. Dag. Dag. Hé, Rob. Fantastisch, zeg. Mirjam, je zou afsluiten. Wat zul jij trots zijn op jezelf, Peter? Je bent de ongevoeligste, meest egoïstische mens op de hele wereld. Hoe heb je het kunnen doen? Helen zo laten vallen. Pardon? Waar heeft u het over? Ik heb hem niet laten vallen. Ik wil gewoon de geld niet, dat is alles. Ach, was dat nou echt zo moeilijk? Je kunt dat geld aan een liefdadigheidsinstelling geven als je zo'n prijs stelt op je zelfstandigheid. Als Helen deze operatie niet overleeft, heb jij dat op je geweten? Als je überhaupt een geweten hebt. Daar twijfel ik namelijk aan. Dat ruikt heerlijk. Jij mag elke dag voor me komen koken. En 's nachts ook. Doe liever eens wat. Zet het gas wat lager en kom me helpen. Nou, behoorlijk romantisch ben je, zeg. Je maakt het een man niet echt gemakkelijk, hè? Nee. Moet dat dan? Hallo. Oh, hallo. George, dit is Annette. Doet me genoeg kennis met u te maken, mevrouw. Hallo. Ik ben u en uw echtgenoot zeer dankbaar voor de invitatie. Nou, het is een klein misverstand. Annette en ik zijn gewoon hele goede vrienden. En ze is tijdelijk mijn assistent. Oh, zit ik er even naast. Ja, de manier waarop u over u sprak. Mijn excuses. Nou, zo erg is dat nou ook weer niet. Oh ja, en dit is Steven Veldkamp. Maak je het, Steven? Vervanger. Londen. Paasseminar, 2 jaar geleden. Klopt. Ja, ik sta versteld dat je dat nog weet. Ik dacht dat jij plattelandsdokter wilde worden. Ja, dat wil ik nog steeds. Onderhandelingen zijn in volle gang en zo. En, een plattelandsdokter, jij? Is dat zo vreemd? Nou, ik zie me jou nou niet echt in een rustige plattelandspraktijk zitten. Oh. Nou, daaruit blijkt dat jij wel een volkomen achterhaald beeld van een plattelandsarts hebt. Ja? Of dat je mij verkeerd beoordeelt. Ik ga hem even opfrissen. Ik had jullie echt pas veel later verwacht. Ja, sorry dat we zo vroeg zijn. Hm? Oh ja, over Helen. Simon zei dat u veel vertrouwen in de operatie heeft. Ik verwacht er het beste van. Maakt u zich maar geen zorgen, dat is mijn werk. Morgen, Arnie. Goedemorgen. Ik heb eens nagedacht. Er is nog een stuk land waar ik de laatste jaren niets meer mee doe. Maar nu met het idee van dat kraampje, kunnen we misschien fruitbomen neerzetten. Of groenten kweken. Kunnen we extra afzetten. Wat jij denkt dat het beste verkoopt. En als je wat verdient, dan mag je de winst houden. Dank u wel. Heel aardig dat u het aanbiedt. Maar het lijkt me beter als we eerst eens afwachten wat die kraam gaat opleveren. Goed. Ik
hoor je het wel, als je er wat mee wilt gaan doen. Hé, hey, Terry. Zullen we de zaak eens opgooien? Er is nogal wat te sjouwen vandaag. Moet ik daar alleen voor op daarheen? Nee, ik help je wel. Hé, we kunnen een belsysteem maken. Dan kan je me waarschuwen als het druk wordt. Alles wat ik bereikt heb, heb ik aan jou te danken. Ja. Hé, en ik blijf toch iemand nodig hebben die trots op me is? Daarom moet jij heel sterk zijn vandaag. Hou je Linda in de gaten. Ze maakt een hele moeilijke tijd door. En al weet ze het zelf niet, ze heeft je meer dan ooit nodig. Zorg dat je er bent voor haar. Ja. Goedemorgen. Een bloemetje. Zo. Prachtige rozen. En wie zijn ze? Er staat geen naam op. Oh, een stille aanbidder. Goedemorgen. Belangrijke dag vandaag, veel te doen. Dus ferm aan de slag. Goedemorgen. Nog gebeld? Nee. Oh, jawel, wacht eens. Een of andere bloemist. Hij zei dat rode rozen niet lukte en dus heeft hij gele gestuurd. Weet jij waar die het over had? Ja. Zo, die stuur jij bloemen? Rob koopt nooit bloemen voor mij. Rob koopt überhaupt nooit iets zelf. Nou, mooi geluidje, toch? Hey, ik ga Appie even helpen. Die is dol op mijn gezelschap. Als er iets is, dan geef maar een ram op de bel, oké? Wat hebben we hier? Groente en fruit. Heb jij ook sigaretten, Moppie? Is dat ook niet veel, zeg hij? Nee, het is een stil typetje. Mop, schat, laat me veel. Ja, kijk, als jij natuurlijk niet kan praten, dan zullen wij op een andere manier vrienden moeten worden, nietwaar? Kijk nou, ze hebben een prijs gewonnen. Wat een prijs, zeg hij. Stellen wij gezet. Laat ze hem los. Oh god, dan hebben we onze sok die uit de stad waar Appie het over had. Wat is er dan? Krijg je jou nog wel, jongen?